Famke van der Leij. Ik werk sinds begin dit jaar voor Spark Kitchen en ik ben verantwoordelijk voor de sales en de marketing. Mijn naam is Schelte Lettinga. Ik ben directeur-eigenaar van Spark Kitchen BV. En dat is een producent van plantaardige producten voor de betere horeca. Ik vind het heel erg belangrijk dat we meer plantaardig gaan eten met z'n allen. Maar wel goede producten van goede kwaliteit en waar smaak centraal staat. En ik denk dat dat voor Spark Kitchen een heel belangrijk ding is. Dus onze producten zijn ontwikkeld met chefs. Die ook het liefst werken met lokale en verse ingrediënten. Onze ingrediëntenlijst is ook heel overzichtelijk. Er zitten ook geen kunstmatige toevoegingen in. We willen producten maken die lekker zijn, waar mensen zin in hebben. Maar daarnaast willen we ook chefs het makkelijk maken om met plantaardige producten te koken. Momenteel leveren wij aan de Nederlandse horecamarkt. We leveren ongeveer zo'n 1000 restaurants, ook een klein beetje in het buitenland. Maar voornamelijk de Nederlandse markt. En we doen dat via de grote groothandels zoals Nice to Meat, Bitfood, Sligro, Hanos. Maar ook wat kleinere groothandels zoals een Oresca. Die groothandels leveren onze producten weer uit aan de Nederlandse restaurants en cateringbedrijven. En dat gaat om een loetje bijvoorbeeld. De Eendracht heeft ons op de kaart. In het verleden hadden we gewoon één doos en die bestickerden we dan met labels. Met de variantnaam en dan ging er ook nog een sticker op van de TET en dan ging er nog een sticker op met de ingrediëntenlijst. Maar omdat we gingen groeien gingen we naar voorgedrukte doosjes toe. Maar zochten we nog wel een flexibele oplossing om elke doos te voorzien van een eigen TET en een eigen batchcode. Nou, in plaats van allemaal verschillende rollen stickers aan een computer te connecten en dat met andere systemen te doen, zijn wij toen in gesprek gegaan met Sato. Eigenlijk op voorspraak van een van onze klanten. En hebben we gekozen om met de linerless printer van Sato in zee te gaan. Maar door middel van een flexibele labeling en eenzelfde doos kunnen we door middel van één printertje toch voorzien van een sticker. We hebben ook een doos die we onbedrukt laten, waar we meer de slow movers in doen. Die we nog wel een beetje bestickeren. Die is nog niet voorzien van een ingrediëntenlijst. Maar daar kunnen we dan een lange sticker van Sato omheen doen. Zodat we efficiënt kunnen doorwerken. We hoeven de rol niet te verwisselen, we hoeven niet de computer aan te sluiten. Het staat allemaal voorgeprogrammeerd. Dus we kunnen met verschillende soorten stickers en één label en één apparaat eigenlijk zoveel flexibiliteit inbouwen in ons proces. Het is moeilijk om daar een waarde of een geldbedrag op te steken of hoeveel uur per dag. Maar die heeft zich dubbel en dwars terugverdiend, die lijnenlust sticker.